Hi, Sjoerd van Bax Music. Als je op zoek bent naar een betaalbare basgitaar en je bent liefhebber van de T-stijl bassen, de vintage bassen, dan zou deze Fesley FTB400BR mondvol wel eens een geschikte kandidaat kunnen zijn. Deze bas heeft een hele bijzondere vormgeving en is uitgerust met twee humbuckers. Zowel voor als achter een humbucker en met ieder zijn eigen volume. Dit is het volume van het voorste element. En dit is het volume van het achtste element. En samen delen ze een toonregeling. En die toonregeling is een passieve high-cut filter. Oftewel, je haalt er hoog van af. Daarmee maak je het geluid net iets doffer, haal je de scherpe kantjes ervan af. De body van deze bas die is gemaakt van lindenhout, basswood, heel toepasselijk. En de hals is van esdoorn, maple, met een toets van palissander. En die palissander toets die zorgt er samen met die esdoorn hals voor dat de hals stabiel is, maar dat de klank warm is, want dat doet dat palissander. Nou, laten we eens even kijken, even luisteren moet ik zeggen, naar hoe die klinkt. Ik speel eerst even met het toonknop helemaal open en alleen op het achterste element. Nu pak ik het voorste element. En nu pak ik ze alle twee volledig. En nu doe ik dat terwijl ik de toonknop helemaal dicht draai. Dan hoor je ook dat er een klein beetje ruis afgaat. En dat komt omdat je dat hoog, daar waar die ruis zich bevindt, die draai je er helemaal uit. Nou, dat zijn zo wat klanken die deze FTB400BR in zich heeft. Mocht je nou interesse hebben in deze vintage ogende basgitaar met twee humbuckers, voor de rest een hele passieve basgitaar, en dat klopt, want het actieve werk moet je zelf doen. Dat is natuurlijk onzin. Maar goed, mocht je nou interesse hebben in deze vintage ogende basgitaar met twee humbuckers, dan klik je hier of klik je daar en dan kom je direct op de productpagina terecht. Dan kun je hem ook gelijk bestellen en dat is natuurlijk wel zo handig. Ook allerlei handige accessoires staan erbij vermeld en die bestel je net zo makkelijk mee. En vond je dit nou een leuk filmpje, dan like je het, dan deel je het met je vrienden. En als je meer van dit soort filmpjes wil, dan word je natuurlijk abonnee van ons YouTube kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken, tot de volgende keer.